Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Het is nu in de ochtend, het is nu inmiddels. Oh. Nog niet eens 9 uur 's ochtends, dus lekker vroeg. Maar we gaan straks naar werk, dus ik heb mijn werkkleding al aan. En we gaan zo eerst naar de koffiehuis, dat is een horeca. Dus dat gaan we zo even doen. En daarna met de dieren werken en dan zijn we eventjes vrij tot 2 uur. Vanaf 2 tot 4 moeten we even werken, dus we hebben genoeg tijd nog over. Maar... ik ben hartstikke blij van de verhuizing is aangekondigd wanneer het is. Mijn verhuizing van hier naar Hoogezand. Dat is 10 maart. Dat is al zo bijna. Nog 2 weekjes nog. Dus het is echt rete spannend, echt waar. Ik weet ook dat ik op bepaalde mensen gewoon zwaar ga missen. En dat is gewoon heel zwaar. Maar het komt wel goed. Alleen het missen gevoel, dat is gewoon de kuts wat er is. Dat vindt iedereen, denk ik. Maar ja. Dat zijn we dus nu aan het doen. Een beetje kijken wat we gaan doen. We zijn nu even aan het chillen tot nog... ja, het is nu... even kijken. Het is nu kwart voor, dus we moeten even wachten. Dan gaan we om 5 uur die kant op. Dus ja. Komt er snel aan. Ja. Wij gaan dus wel... eventjes kijken. Want allemaal nodig hebben voor meubels. Dus welke meubels gaan we kijken, welke gaan we halen, welke gaan we kopen, wat gaan we allemaal doen. En er komt een hartstikke leuke vlog aan, dus nu, deze 2 weken sowieso nog. En de verhuizing laat ik ook alles zien hoe dat gaat. Wordt echt hartstikke leuk. En trouwens, mijn hele familie woont daar ook. Dus dat is echt heel fijn, behalve mijn papa dan, die woont in Utrecht. Normaal. Maar het is echt heel leuk. Dus ik kan lekker gaan waar ik wil en kunnen alle wegen daar wel weer waar ik heen moet. Dus komt er echt een mooie tijd aan. Dus ik ga het filmen voor jullie. En dan gaan jullie wel zien hoe mooie tijd het wordt. Maar hierbij laat ik deze video helaas. Want ik heb niet heel veel te doen. En ik ga ook niet heel veel filmen daarvoor. Dus hierbij zeg ik wel dat dit de laatste vlog is. Misschien voor vandaag. Misschien ook niet dat ik nog 1 video post vanavond. Maar hierbij zet ik deze gewoon online. En dan zien jullie mij daar. Later.